In de vorige video had ik het al kort over de Jodenvervolging in Nederland en daar gaan we nu eens wat meer naar kijken. Want vanaf de start van de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940 worden de Joden eigenlijk stap voor stap buitengesloten in de Nederlandse samenleving. Eigenlijk zie je daar hetzelfde proces gebeuren als wat er eerder in Duitsland ook al met de Duitse Joden was gebeurd. Nou, en om daar dan een aantal voorbeelden van te geven, zo werd het voor Joden bijvoorbeeld verboden in Nederland om nog in openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld zwembaden, te komen. Er werden speciale Joodse zwembaden in werden dan geopend. Um, uh, Joden mochten ook niet langer ambtenaar zijn en dus uh, het bestuur uitvoeren. En uh, de Joden werden geregistreerd met een uh, J in hun persoonsbewijs. He, dat zie je hier ook uh, twee keer terugkomen. Een dik stempel erin van een J, zodat duidelijk werd gemaakt... en de Duitsers ook goed zagen meteen van... oké, okay, dit is een Joodse persoon. Alles maar om Joden van andere Nederlanders te scheiden en ze eigenlijk buiten de samenleving te zetten. Ja, je kunt je voorstellen dat Nederlandse Joden daar niet blij mee zijn. Die proberen zich er ook zover het kan tegen te verzetten. En uh, dat doen ze ook tegen bijvoorbeeld knokploegen van de NSB die door uh, Joodse buurten en dergelijke trekken en, en Joden lastigvallen en mishandelen. En uiteindelijk leidt dat Joodse verzet uh, tot de dood van een NSB'er in de Joodse buurt van Amsterdam. En dan zie je hier hè, dus uh, in Volk en Vaderland, echt een nationaal-socialistische krant, dat er dus een zogenaamde Jodenmisdaad is gepleegd. Want uh, Koten wordt vermoord. Nou ja, moord en brand schreeuwen die NSB'ers natuurlijk. Uh, de Duitsers die pikken het ook niet. En die pakken in Amsterdam dan ook meer dan 400 Joodse mannen op tijdens de razzia. En dat gebeurt begin februari van 1941. En in ongeveer de anderhalve week daarna ja, broedt het eigenlijk een beetje in en om Amsterdam. Want uh, mensen willen iets doen tegen uh, deze razzia. En dat leidt uiteindelijk tot een oproep tot de zogenaamde februari-staking: een massaal en openlijk protest. Tegen de jodenvervolging in Nederland. En eigenlijk is dit het, het enige massale en openlijke protest wat er überhaupt in Europa in door Duitsers bezet gebied is geweest tegen de jodenvervolging. In Amsterdam, maar ook in de Zaanstreek en ook in andere gebieden leggen mensen massaal het werk neer. Maar ook daar treden de Duitsers hard tegen op. Die staking wordt hard neergeslagen. Er worden een aantal stakers gedood. Een aantal die uh, zijn opgepakt, die worden later na die staking ook nog eens geëxecuteerd. En daarmee komt er dus een einde aan die februari-staking. En ondertussen verslechteren de omstandigheden van de Joden in Nederland steeds verder. Zeker als in 1942 er een begin wordt gemaakt met de Holocaust. Dat heeft ook grote gevolgen voor de Nederlandse Joden. Want vanaf 1942 vinden zogenaamde deportaties plaats. Hè? Dus eh, Joden worden vanuit eh, doorgangskamp Westerbork, wat je helemaal links bovenaan hier op het kaartje ziet staan, in Drenthe ligt dat, worden ze gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz. He, er waren verschillende concentratiekampen in Nederland, Vught, Amersfoort, maar uiteindelijk werden mensen ook daar vandaan naar Westerbork eh, gebracht en vanuit Westerbork werden ze op de trein naar het oosten gezet en gingen ze dus naar Auschwitz, naar Treblinka, naar Sobibor om daar eh, vernietigd te worden en uiteindelijk uh, worden er zo'n 107.000 Joden gedeporteerd in de jaren vanaf 1942, waarvan er na de oorlog slechts zo'n 5.000 zullen terugkomen? En een van die 107.000 Joden die wordt gedeporteerd is Anne Frank. Zij is samen met haar familie ondergedoken in Amsterdam voor de Duitsers. En uiteindelijk zal zij bijna twee jaar lang ondergedoken zitten. En in die tijd schrijft ze in haar dagboek. Maar uh, ja, aan die onderduiktijd komt een einde omdat uh, de familie verraden wordt. En ook die uh, familie Frank wordt dan gedeporteerd naar het oosten, naar de vernietigingskampen. Ja, alleen haar vader, die zal de oorlog overleven. Anne komt een paar maanden voor het einde van de oorlog komt ze om. En uh, het enige wat er dan nog van haar over is, is het dagboek. En dat geeft haar vader Otto uit. Dat is een hartstikke mooi, open en oprecht verhaal. Van een, een meisje dat opgroeit in een verschrikkelijke situatie. En dat dagboek, dat wordt dan ook wereldberoemd. En Anne Frank wordt daarmee ook wereldberoemd.